Het meisje dat op de achterflap van haar bundel recht in de camera kijkt, woont 5 hoog achter in een studentenhuis. Smalle gangen en trappen staan een gebukte sluipgang naar boven toe. Naast het raam, boven haar kussen, hangt een tros vuistdik touw van tientallen meters lengte om uit het raam te werpen als er brand uitbreekt. Ik weet niet of ik in dat geval de knoop los zou krijgen, zegt Lieke. Voorschrift van de brandweer. Maar het is op deze kamer niet eenvoudig jezelf te redden. Behalve heldenmoed vergt het de behendigheid van een trapezewerker en een flinke dosis geluk. Maar heel erg van een beestje. Ik weet dat ik eigenlijk iets zou moeten doen waardoor ik niet de jongste genomineerde lijk. Maar dat kan ik niet. Ik weet niet. Ik kan wel zeggen waarom dit belangrijk is voor mijn poëzie, denk ik. Omdat ik heel erg hou van dingen waardoor ik me geraakt voel. En ik weet niet, op de een of andere manier word ik nog steeds heel erg geraakt voor dingen die zacht zijn en er een beetje lief uitzien. Ik kan niet poëzie schrijven als ik niet geëmotioneerd ben. En of het nou woede is. Het was vroeger wel woede. Er staan wel gedichten in mijn bundel die uit woede of uit wanhoop geschreven zijn. En ook wel uit verdriet of uit... ook wel een beetje geluk. Maar ik moet je wel oproepen ofzo. Ik weet gewoon dat ik als ik naar vroege dingen kijk... Dat kan ook wel iets anders zijn. Of iets wat niet met objecten te maken heeft. Vaak is het ook wel een gedachte of een landschap of een foto of een liedje. Ik kan er niet een liedje in zetten. Maar... Je moet het wel een beetje oproepen. En ik hou heel erg van... Een beetje... Ik hou heel erg van een... ik weet als het slecht met mij gaat en iemand geeft mij... Zoiets. Dit of dat of dat. Of een kaars met happy birthday erop. Echt een hele lelijke kaars. Ik weet niet, dat werkt heel erg bij mij. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn voor wie dat niet werkt. Ze leest Kieren. Eigenlijk een verzameling van uitroeptekens en vraagtekens die soms moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. De woorden roepen spelenderwijs nieuwe op en soms een tragisch tegendeel. Wat zwaar is, kan zweven. Wat ik leer, dat wat ons het eerst redt, de fontanel, later weinig van zich horen laat. Het tocht in mijn hoofd, maar het komt niet uit de kieren. Ik ben voor helemaal niemand bang, maar wel bang voor het woord niemand. Ik wil steeds opnieuw iets hebben uitgebracht, maar liever nog dan dat naar binnen. Hier is een vraag als antwoord op de vraag die ik vergat. Wie iets bewaard heeft wat? En omdat een kamer wordt gedragen als een tweede huid, en een tweede huid past altijd, kijken wij buiten hoe groot de wereld is. Hoe groot bijvoorbeeld een brievenbus lijkt in vergelijking met Lieke, of een straat, een gracht. Een elektriciteitskast illustreert verrassend genoeg de ruimtelijke grootte van de dichter perfect. Kijk maar. Dat zou lukken. Ik denk, soms lukt het me wel heel makkelijk om alles... aan elkaar te praten en bij alles iets te verzinnen, zodat iedereen het een beetje gelooft. En soms ook niet. Soms heb ik er ook helemaal niet zo heel veel zin in. Nu is het voor mij meer een verzameling spullen.